Het is maandag 7 juli, dit is TV Gelderland Nieuws. De renovatie van het Museum voor Moderne Kunsten in Arnhem valt miljoenen duurder uit dan geraamd. Schrik alom, maar naar nu blijkt was de gemeente al lang gewaarschuwd. Hoe kan dat nou? Dat je drie maanden later verontwaardigd over iets wat je 3 maanden eerder hebt gehoord. Thuiszorgorganisatie Sensire neemt uit geldgebrek geen nieuwe klanten aan. Maar zorgverzekeraar Mensis probeert Sensire via de rechter te dwingen dat toch te doen. Aan een positieve, constructieve sfeer waarin hard gewerkt wordt. Na jaren van problemen maakt Vitesse een nieuwe start. Vanaf vandaag moet de club louter positivisme uitstralen. Nou, dames en heren, goedenavond. De gemeente Arnhem wist wel degelijk dat de verbouwing van het Museum voor Moderne Kunst fors duurder werd. Dat zegt oud-museumdirecteur Brand Korstius. Vorige week werd duidelijk dat de renovatie het dubbele kostte. De gemeente zei toen van niets te weten. Maar Korstius heeft Arnhem maanden geleden al een notitie gestuurd waarin ze vertelt over die extra kosten. Er staat, wij hebben gehoord dat het 9 miljoen heeft gekost, die renovatie van het museum. Nou, niemand vroeg er verder naar, niemand zei er wat over. Ik vond het ook best. Daar staat het, zwart op wit. In een notitie van eind maart aan de gemeente geeft Lisbeth Brand Korstius kenbaar gehoord te hebben dat de verbouwing van het museum op 9 miljoen euro uitkomt. Een dochter van een kunstenares, die, ik weet niet of ze zelf ook kunstenares, weet ik niet, maar in ieder geval moest ze bijverdienen, geld verdienen, en dat deed ze met serveren of bedienen in skyboxes van het Gelredome. En ze hoorden dus die mannen, een aantal mannen, hoorden ze praten over, toevallig over die renovatie van het museum. En omdat ze de dochter is van de kunstenares, zeg maar, had ze ervan gehoord. Wisten ze, anders had ze waarschijnlijk ook helemaal niet geïnteresseerd geweest, maar ze had het gehoord. Dus ze dacht, hé. Hey. En ze hoorden dus iets van, oh, dat is veel duurder geworden dan we dachten of zo. Dus toen is ze heel brutaal geweest. En toen heeft ze dus gevraagd aan een van die man, hoe duur was het dan? En toen zei die man, 9 miljoen. Verschillende politiek leiders vinden het niet vreemd dat ze niet meteen op een dergelijk gerucht gereageerd hebben. Nee, die voel ik me ook helemaal niet door geraakt dat iemand dat als een gerucht daar ooit neergelegd heeft. Nee, nogmaals, die 9 miljoen die kan toen prima uit de lucht gegrepen zijn. Lijkt ook een beetje, hè, van ik heb gehoord via die en via die dat mannen in pakken op de tribune van het Gelderdom dat gezegd zouden hebben. Nou, eigenlijk interesseert me dat helemaal niks. Men wist al dat het zo duur was geworden. En dat is blijkbaar dus ook bij mevrouw Brand Korstius terechtgekomen. Alleen die had ook niet precies alle informatie. En die kon ook niet zeggen dat dit aan de hand was. Wat nu blijkt dat er aan de hand is geweest. We gaan ervan uit, toen en nu nog steeds... dat als er tekorten ergens optreden, dat het college ons dat vertelt als gemeenteraad. En dat wij niet alle getallen die we ook overal maar tegenkomen gaan zitten controleren of dat allemaal wel klopt. Dan kun je vergelijken met het controleren van een telefoonboek. Dan moet je al die nummers gaan draaien om te kijken of het allemaal wel goed in een telefoonboek staat. Ja, dat is geen begin aan natuurlijk. Het college van burgemeester en wethouders geeft toe de notitie te hebben gekregen, maar wil het onderzoek afwachten voordat ze reageert. Zorgkantoor Mensis gaat via de rechter eisen dat thuiszorgorganisatie Sensire de klantenstop opheft. Volgens het zorgkantoor blijft Sensire samen met enkele andere instellingen nu in gebreken en moet ze hoe dan ook zorg leveren. Gewoon volgens afspraak. Ze zitten wel goed, hè? Ja. Ze accepteren het niet. Patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zijn zeer ontevreden over de patiëntenstop bij verschillende thuiszorginstellingen. Gisteren kondigde het Gelderse Sensire een volledige patiëntenstop aan in hun werkgebied. En al eerder besloten thuiszorgorganisaties Azora en Diaveen geen nieuwe patiënten meer te accepteren. Wij krijgen te weinig geld ten opzichte van wat we zouden moeten leveren. Dus per vandaag zouden wij gratis zorg moeten leveren. Dat kan niet aan de orde zijn. Maar om hoeveel geld hebben we dan? Het gaat voor Sensire om 9 miljoen euro. Zo'n beetje 250.000 uur die wij zouden moeten leveren zonder dat wij daar enige inkomsten over zouden kunnen krijgen. Vandaag volgde er kritiek. Volgens zorgkantoor Mensis hebben de thuiszorgorganisaties de plicht patiënten aan te nemen. En dus volgt nu de stap naar de rechter. Bij Sensire hadden ze dat wel verwacht. Daar gingen wij ook vanuit dat zij dat als laatste redmiddel zullen gaan hanteren. Wij wachten even af. Maar ook verschillende politieke partijen zijn kritisch. Zo noemt de Partij van de Arbeid de patiëntenstop onruststokerij. En daar sluit ook de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie, de NPCF, zich bij aan. Volgens directeur Aartje Schip aan boord zaait Sensire onnodig paniek over de ruggen van de patiënten. Wij vragen ons af
of de thuiszorginstellingen op dit moment niet onnodige paniek zaaien bij mensen. En of het niet verstandiger is om eerst met de zorgkantoren om de tafel te gaan zitten. En als ze er dan niet uitkomen, omdat er blijkbaar meer geld nodig is, om dan naar de Nederlandse Zorgautoriteit te gaan, om daar het gesprek aan te gaan en niet gelijk de media ingaan met allerlei paniekverhalen. Ik vind het heel jammer dat ze dat zou zeggen zonder dat met ons geconsulteerd te hebben waarom wij dat doen, welke argumenten er zijn die zij roepen zonder dat ze de achtergronden kennen. Wij doen dit niet omdat dit een hobby van ons is. Dit is een hele cruciale stap om dat te kunnen doen wat we vandaag doen, ook morgen. Wanneer de rechtszaak dient is nog niet bekend. Overigens garandeert mensen is dat nieuwe patiënten thuiszorg krijgen via andere thuiszorginstellingen. Ja, de financiële problemen in de thuiszorg die staan niet op zichzelf. Ook zorginstellingen hebben tekorten doordat het AWBZ-budget op is. 6 gemeenten op de Noord-Veluwe luiden nu de noodklok. En een van die gemeenten is Nunspeet. En daar staat ook onze verslaggever Ton Aarbouw. Ton, wat is nou het probleem precies? Nou, zoals bij de zorginstelling, zoals ik hier sta bij Zeewende, daar zijn de problemen groot. Ze kunnen een heleboel mensen helpen, opvangen, maar lang niet iedereen. En ze zeggen hier bij de gemeentes hier op de Noord-Veluwe, ja, dat komt omdat de mensen zo goed hier voor hun eigen omgeving, voor hun mensen die de zorg nodig hebben, zorgen. En als er eenmaal zorg geboden moet worden in zo'n instelling als deze, ja, dan is er eigenlijk plek te weinig hier. En daarom moet er geld bij. Want als mensen aan zorg toe zijn, ja, dan gaan ze die zorg ergens anders zoeken. Bijvoorbeeld zelfs in plaatsen zo ver weg als in Amsterdam. En dat moet niet kunnen, vinden ze hier. Nee, en wat zeggen die 6 gemeenten die de noodklok luiden dan? Wat moet er nu gebeuren? Ja, er moet geld bij. En dat geld moet komen uit Den Haag. Zodat er hier meer plekken komen. Ja, dat is een beetje lastig op dit moment, want nu is er een groot financieel probleem. En Den Haag is net met zomerreces gegaan. Dus ja, of deze boodschap die nu verstuurd is echt meteen in goede aarde valt, dat moeten we nog maar bezien. Maar hij is in ieder geval verstuurd. Ton Aarbouw vanuit Nunspeet, dankjewel. De elektrische fiets is niet aan te slepen. Het rijwiel is ongekend populair. Bij de Sparta-fabriek in Apeldoorn is de productie van de fietsen sinds de introductie in 2003 vertienvoudigd. De helft van de tweewielers die ze daar produceren zijn tegenwoordig elektrisch. En ook bij de Gazelle-fabriek in Dieren neemt de productie fors toe. Voor de lange afstand, voor de korte afstand, met een trapondersteuning ben je zo een eind weg. En ook altijd makkelijk weer thuiskomen. De fiets is fantastisch. Ja, ik had iedereen aanbevelen, maar ja, dat weten ze denk ik wel. Het lijkt wel een reclamespot. Zo enthousiast zijn de gebruikers over een nieuwe aanwinst. De toenemende vergrijzing en de hoge brandstofprijzen zorgen ervoor dat mensen op zoek gaan naar een alternatief. We hebben de productie flink omhoog geschroefd, zoals je achter je waarschijnlijk wel ziet. We hebben op dit moment bijna 100 mensen extra in huis gehaald om elektrische fietsen te kunnen produceren. We zitten op dit moment bijna tegen de 1000 fietsen, zeker elektrische fietsen aan, die we per dag maken. En ja, er wordt met mannenmacht gewerkt om elektrische fietsen te produceren. Maar de stijgende populariteit heeft ook een keerzijde. Een fiets direct na aankoop meenemen is er nu niet meer bij. Er zijn zelfs wachttijden. De mensen weten dat het een nieuw artikel is en dan heb ik, ja, ze wouden zo graag die fiets hebben, dus dan moeten ze even wachten. Ik kan er ook niks aan doen. Ik heb er zoveel mogelijk besteld, ik heb ze verleden jaar al besteld. En, ja. Maar ik krijg ze nu regelmatig in partijen binnen, dus het gaat nu redelijk de goede kant op. De verwachting is dat dit jaar 100.000 mensen een elektrische fiets kopen. De provincie houdt ruim 1 miljoen euro over aan de busstakingen. Een maand geleden lag het busvervoer enkele dagen plat omdat chauffeurs staakten voor meer loon. De provincie hoefde de niet gereden ritten niet te betalen aan de busmaatschappijen. Vitesse wil afrekenen met het negatieve imago van een club met interne problemen en torenhoge schulden. De Arnhemse voetbalclub streeft naar een positieve uitstraling. Vandaag was de eerste training op Papendal en dat gebeurde onder grote publieke belangstelling. Vitesse, dat was altijd de club van Theo Jansen, van Remco van der Schaaf. En afgelopen seizoen vooral van de inmiddels ontslagen trainer Aten Mos, die altijd wel voor spektakel zorgde. Ook zonder de Mos schijnt de zon weer voor Vitesse. De Arnhemse voetbalclub breekt rigoureus met het verleden en predikt louter positivisme.
Ja, maar aan een positieve, constructieve sfeer. Ik ben positief gestemd. Het algemene gevoel is wat u betreft dus positief. Ja, dat vind ik wel. Ik heb er zin in. Hans Westerhof is de nieuwe trainer die voor rust moet zorgen. Zes nieuwe spelers van onbesproken gedrag werden aangetrokken. En de Finse spits Niklas Tarvajärvi, die vorig seizoen op huurbasis uitkwam voor de Graafschap, moet nummer 7 worden. Verder is de selectie op orde. Ja, je hebt altijd nog wel wensen. Ronaldinho mag komen. Ja, nee, die mag zeker niet komen. Maar nee, we hebben wat dat betreft zeker het elftal op een aantal plekken versterkt. De selectie ziet er goed uit. Alleen, ja, je hebt altijd nog wensen. Maar dan ben je afhankelijk van hetgeen wat er eventueel nog zou vertrekken. We beginnen nu met 37, dan worden er straks 25 en daarna worden er 22 en uiteindelijk worden er 18. Dus het is natuurlijk wel een afvalrace. De supporters staan rijen dik bij de eerste training van Vitesse en gaan helemaal mee in het positieve gevoel. Ik denk dat Westerhof wel een betere coach is dan Mos. We gaan gewoon naar Europees voetbal halen dit jaar, makkelijk. Twee vingers in de neus en halen we het. Het optimisme in Arnhem viert hoogtij. Met het verleden vol financiële malaise en onrust moet definitief worden afgerekend. Al moet dat ook weer niet leiden tot een saai seizoen. Ik vind dat Vitesse ook het komend seizoen weer een spraakmakende club moet zijn. Veel in de nieuws, geen enkel probleem. Maar dan graag over datgene wat we doen en dat is voetballen. 400.000 zijn er alleen al nodig voor de wandelaars die over 2 weken de Nijmeegse Wandelvierdaagse uitlopen. Het is topdrukte voor gladiolenkwekers. Straks meer. Het Airborne Museum in Oosterbeek krijgt 1,5 miljoen euro van het Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg. Geld is bestemd als bijdrage in de geplande uitbreiding van het museum dat kampt met ruimtetekort. Bij een aanrijding in Echteld is vanochtend een 62-jarige voetganger om het leven gekomen. De slachtoffer werd op een smalle weg overreden door een vrachtauto. Volgens de politie heeft de chauffeur het slachtoffer over het hoofd gezien. Het ROC in de regio Zutphen-Apeldoorn wil stagiaires bij gezinnen plaatsen. Dit omdat het steeds lastiger wordt om geschikte stageplekken te vinden voor studenten die lagere opleidingen volgen. De zorg- en welzijnstudenten gaan dan stofzuigen en spelletjes spelen met de kinderen. Het ROC zoekt 20 leergezinnen. Vanaf eind september krijgen die een stagiair in huis. De noodlokalen van basisschool Het Skate in Pannerden staan eindelijk naast de school. De kinderen kunnen sinds vorig jaar november niet in hun eigen klaslokaal omdat er scheuren in de muren zitten. Er waren noodlokalen geplaatst op een andere locatie, maar nu de oude lokalen zijn afgebroken, kunnen de noodlokalen daar staan. De gemeente Lingewaard sluit in Gent, Huissen en Angeren 5 illegale panden waar voornamelijk Poolse seizoensarbeiders wonen. De bewoning van de panden past niet in de bestemmingsplannen. De gemeente zoekt nu naar een oplossing om de seizoensarbeiders elders onderdak te bieden. Dit is het restant van de politiewagen waar de brandweer zaterdagavond in Ede het dak van heeft opengeknipt. Dat was nodig om een passagier met rugklachten te bevrijden. De man was in Lunteren met zijn auto over de kop gevlogen. Nadat een arts hem had onderzocht en de man zelf verklaarde zich prima te voelen, nam de politie hem mee op naar het bureau om een alcoholtest te doen. Maar onderweg kreeg hij zulke heftige rugklachten dat hij op last van de GGD stabiel uit de politiewagen gehaald moest worden. En dat kon alleen door het dak open te knippen. Nieuws uit Gelderland. 7 dagen in de week. Kritisch, objectief en betrokken. Zonder gladiolen, geen Nijmeegse Vierdaagse. Wie na 4 dagen afzien de finish bereikt, die moet als een soort overwinningstrofee een gladiool in zijn hand hebben. Voor de gladiolenkwekers is het nu stevig aanpoten, want over 1,5 week moeten er 400.000 worden uitgedeeld op de fameuze Via Gladiola. In Malden wordt hard gewerkt om de oogst op tijd binnen te halen. Hoe was je net, de laatste hour? Wojtek, you two, put up flowers on the tractor, yes? En de others hier? Het is in het begin even wennen met de taalbarrière en zo, maar er is handen en voeten en een beetje Engels en Duits. Dan komen we een heel eind. U staat hier. Het is aanpoten voor de Poolse werknemers van bloemenkweker Teunissen. Volgens zijn land komt het overgrote deel van de gladiolen. Tijdens de Vierdaagse zijn er zo'n 400.000 nodig. 3/4 daarvan worden geplukt door de Polen van Teunissen. Als het kunstje kan eenmaal, dan loopt het lekker. Na het plukken moeten de bloemen binnen 2 uur op de tractor worden geladen. Als ze te lang blijven liggen, gaan de toppen krom hangen. Als de wagen vol is, wordt de lading naar de loods gebracht.
Tenminste, als alles volgens plan verloopt. Eenmaal in de schuur worden de gladiolen tot bosjes van 10 stuks gebonden. Voorkeur voor de Vierdaagse is een lichtrode kleur, de Huntingdon. Die staat hier naast mij. Dat is de meest gevraagde kleur die men met de Vierdaagse wil hebben. En hier doen de Polen, Theo Teunissen en de lopers het allemaal voor dit magische moment. De laatste meters van de Vierdaagse lopers met in hun handen de gladiool. Volgende week vrijdag is het weer zover. De producent van de OV-chipkaart spant een kort geding aan tegen de Radboud Universiteit Nijmegen. Een professor van de universiteit kraakte de chip in maart en daarom werd de invoer van de OV-chipkaart uitgesteld. De universiteit wil het onderzoek binnenkort openbaar maken en de producent probeert dat met de rechtszaak tegen te houden. De wandelschoenen zijn ingelopen, dus de 55ste Apeldoornse Wandelvierdaagse kan van start. Vandaag konden de deelnemers hun startbewijzen ophalen en vanaf morgen wordt het lopen, lopen en nog eens lopen. Ze staan er weer om te springen in Apeldoorn. De ruim 4100 deelnemers aan de Wandelvierdaagse. Maar ze moeten nog even wachten. Morgen kunnen ze er pas echt de pas in gaan zetten. Vandaag is een dag van formaliteiten. De startbewijzen kunnen worden afgehaald. Weet u het wel zeker, mevrouw? Ja, ik weet het heel zeker. Waarom? Nou, gewoon de uitdaging. Lijkt me gewoon hartstikke leuk om een keertje te doen. Ja, als je eenmaal in Apeldoorn bent, ga je natuurlijk je startbewijs ophalen. Ook al weet een enkeling al dat hij of zij niet alle vier de dagen gaat lopen. Wat doet u met de kleine tijdens het wandelen? Nee, zij loopt 2 dagen, ik loop 2 dagen. Dus allebei lopen, denk niet uit. U bent deeltijdwandelaar? Ja, deeltijdwandelaar, ja. Het is de 55ste keer dat de Apeldoornse Vierdaagse wordt gelopen. En 55 vindt de organisatie een bijzonder getal. Dus zijn er dit jaar extra cadeautjes voor de deelnemers. Dat is een middel van een sleutelhanger met een insigne eraan. En waarop staat 55 internationale Vierdaagse wandeltochten. En daarnaast zijn alle jarigen die hier komen deze week, krijgen een presentje. Alle die mensen die een startnummer hebben met eindig op 55, die krijgen een extra cadeautje. Wandelaars van de Vierdaagse hebben zeker iets met getallen. Nou, morgen gaan ze echt van start. Voor de 20, 30, 40 en 50 kilometer tochten. En of de deelnemers dan aan het eind van die 4 dagen nog steeds staan te springen, dat valt nog te bezien. En voor het weer gaan we naar Wageningen, naar Dennis Wild. Sommige kijkers maken er wel heel veel werk van om ons van mooie weerfoto's te voorzien. Deze fraaie wolkenluchten zagen we vandaag eigenlijk maar zelden. De bewolking overheerste en soms ging het licht zelfs bijna helemaal uit. Tijdens buien werd het dan in één keer pikken donker. Het regende, het hagelde op sommige plaatsen en het onweerde daarbij ook nog eens. Een stevige zuidwestelijke wind erbij, een vlagerige wind die de komende 24 uur ook nog blijft staan. Het is een ratje toe aan bewolking in onze omgeving, gezien vanuit de satelliet. En het draait allemaal rond een lage drukgebied met de kern boven Engeland. En die verplaatst zich langzaam richting Denemarken. Aan de zuidflank van het laag, mooier weer in het zuiden van Europa. Op veel vakantiebestemmingen, volop zon en hoge temperaturen. Alleen in het noorden van Italië en in de rest van het Alpengebied wel wat buien, onweersbuien, met ook hagel erbij. En die verplaatsen zich langzaam richting de Balkan en Oost-Europa. Verder ook mooi weer in het zuidwestelijk Middellandse zeegebied. Voor de vakantiegangers daar echt prima weer. Bij ons voorlopig dus die wolkenvelden. En die blijven ook komende avond en vannacht aanwezig. De buien worden wel wat minder, maar helemaal droog wordt het vannacht niet. Bij een doorstaande zuidwestelijke wind koelt het af naar 13 of 14 graden. Ja, en morgen is het weer een komen en gaan van buien. Soms ook met onweer. En net als vandaag kan er ook wat hagel naar beneden vallen. Een paar stevige exemplaren, maar in de loop van de dag wordt het toch geleidelijk aan wat minder. En vooral 's middags breekt dan op veel meer plaatsen de zon door. Maar echt helemaal droog wordt het waarschijnlijk niet. De temperaturen morgen bij een stevige zuidwester niet veel hoger dan zo'n 17 of 18 graden. Nou, de komende dagen gaat de wind dan geleidelijk aan wat afnemen. Woensdag lijkt het op een enkele bui na droog te blijven. Donderdagmiddag vooral weer een paar pittige regen- en onweersbuien. Vrijdag dan ook op een enkele bui na droog. En zaterdag weer wat nieuwe buien. Al met al wisselvallig zomerweer, maar wel geleidelijk aan temperaturen die stijgen tot rondom de normaal.
Een kunstwerk van Jacques Maris dat als verloren werd beschouwd en eigenlijk al was weggegooid, is door een paar volhardende liefhebbers opgeknapt en wordt morgen onthuld in Heumen. En natuurlijk zijn we bij de start van de Apeldoornse Wandelvierdaagse. U ziet het in TV Gelderland Nieuws en ik wens u nog een fijne avond.